Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cezo. Ik ben René. En we gaan eindelijk weer een nieuwe video uploaden. Ja, ja. Dat is lang geleden weer, hè? Ja, we lopen echt enorm achter. Excuses daarvoor. We gaan inlopen, we doen alles in deze vlog. Want we zijn ook op vakantie geweest, dus die willen we natuurlijk ook zo snel mogelijk aan jullie laten horen. En in deze vlog gaan we jullie vertellen waar we zo enthousiast over waren. Wat was er zo pril? Het is al zo lang geleden dat ik gewoon nog kaler ben geworden. Zie je dat, jongens? Dat is echt niet normaal. En ik heb een hele baard. Ik heb echt gewoon een week in de jungle geleefd. Ja. Maar ja, we gaan het vertellen. Ja. En, wat gaan we nog meer vertellen? Nou ja, dat zijn... Hoe lang is het ongeveer geleden? Nou ja, we hebben in ieder geval nog materiaal van zeker een maand. Begin deze maand, eind juli, ja, nog zeker een maandje. Ja, dus het is wel een leuk variabele vlog. En ik zou zeggen, geniet ervan. Here we go. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn in het mooiste stukje van Tilburg, heb ik me zojuist laten vertellen. Ja, dus, we gaan naar de kermis. Normaal gesproken. Een spatbordje vastgezet. Normaal gesproken, de Tilburgse kermis, de grootste van de Benelux. Een paar kilometer, 500 attracties om en nabij. En nou, dat is nu niet. Terwijl dat we een stukje donkerder worden omdat we weer uit de zon lopen. Zo dan. Dat is nu niet door onze vriendelijke corona vijand. Maar ze hebben wel op verschillende plekken in Tilburg leuke kermissen opgezet. En normaal gesproken hebben we de nostalgische kermis. Er zijn wat kleinere dingetjes en wat leukere dingetjes ook voor de kinderen. En die staan bij de Zeven Geitjes. En de Zeven Geitjes is een leuk recreatiegebiedje eigenlijk waar we vroeger altijd naartoe gingen. Althans niet ik, niet wij, maar ik en met mijn zus en zo. Ja, om geitjes eten te geven en een speeltuin en midgetgolf en dat soort dingen. Hartstikke leuk. En daar is nu kermis. Ik heb het nog niet gezien. Ik zie dat we nog niet in Tilburg lopen. Jawel. Oh. Maar gaan we nu Tilburg in bijna? Ja, hoe zit dat dan? We zijn naar Tilburg gelopen. Buiten de bebouwde kom, hè? Dus we wachten mijn moeder eventjes op zo meteen en dan gaan we gezellig in een draaimolen. Yeah. Sieren, zwaaien, rondje draaien. Gaat hij dan, komt hij dan, 10 ton staan, verticaal. Bent u er klaar voor? Rondje achteruit. Wat zeg je? Poffertjes. Lekker, hè? Onder andere. Er zijn wel meer dan poffertjes, hoor. Oh, daar is mijn moeder. Gezellig. Dat is een leuk dagje, hè? Ik weet het. De kermis geweest, lekker rondje gedaan, nergens in geweest. Zwieren zwaaien word ik heel erg misselijk in en Jesse is nog te klein. Maar ik vond het heel leuk. Bij elk ding dat hij aankwam was het. En lekker trasje gedaan met moeder en daarna zijn we naar mijn tante gegaan. En die heeft een ontzettend leuk huis. Ja. Zwembadje erbij en zo, voor een keer zullen we vragen of we mogen filmen. Een soort cribs mogen doen. Maar echt een heel leuk huis. Ja.
En nu zijn we lekker thuis en gaan we slapen, want morgen gaan we vroeg op. Morgen gaan we ook onze nieuwe koffer laten zien die we meenemen naar Curaçao. Ik ga naar de bloedbank. En jij gaat misschien nog naar het tuintje van Angelique. Ja, als het... Het wordt wel lekker weer schijnbaar. Oh nou, toen ik gisteren keek, toen stond er regen vanmorgen. Nee, het gaat morgen niet regenen. Het gaat schijnen. En hard ook. En het wordt 3, 4, 25 graden. Zeg je dit nou uit je duim? Of wil je gewoon dat het zo is? Of weet je dat? That is the question. Dit is mijn nieuwe stijl. I'm a mysterious guy. Nou, het zou wel leuk zijn inderdaad. Ja. Yeah. Nee, het wordt wel oké. Okay. Het wordt wel een beetje wisselend bewolkt, maar ik hoorde net op de radio dat het goed weer wordt. Dus, ik ga slapen, want we hebben een drukke week voor de boeg. Ja. Dus, welterusten. Ciao! Goedemorgen, we zijn vandaag in het tuintje van oma Kuifie. En het is hartstikke gezellig hier. En Jesse Zilver en Kenzie die zijn lekker aan het springen op de trampoline. En dat is zo hilarisch. Jesse, ga springen. Met die oudje. Die is nog te grof. Laat rusten. Hey. Oh. Kijk eens. Hey, wat heb je een mooi huisje hier zo? Het huis van oma Kuifie. Ja. Oh, jij gaat weer op de tafel staan. Dus om te zitten, hè? Ga maar zitten. Goed zo. Voorzichtig. Ja, goed zo. En Jesse Silver, laat je bel eens horen. Laat de bel eens horen. Ja! Hey! Wie staat aan de deur? Zo, moet je stuk? Hi! Dat druk te maken. Ben je in het leeg, trappelien? Even without a certain that is eten. Oh ja, is dat zo? Schat, zullen wij anders even de koffer uitpakken die wij. Oh ja. In de woonkamer hebben staan. Pas 3 weken. Ja. Ja, we mogen nog niet gebruiken. Ja. Wat ben jij voor? Dat is echt een bouwer met dit. Ja. Nou, dit is dus onze mooie koffer. Zullen we hem openmaken, Jess? Ja. Zet hem maar daar. Nee, niet bij, maar daar. Zet hem maar daar neer. Ja, kom op. Lukt het niet of zo? Oké, ik zal even helpen dan. De koffer. Onze nieuwe koffer. Want zoals jullie hebben kunnen zien in een aantal vlogjes geleden, dat is 2 jaar alweer of zo. Was dat niet Gran Canaria of Griekenland? Dat is vorig jaar geweest. Dan heb ik mijn koffer achter in de vrachtwagen gezet en die was gewoon klaar. Dus toen hebben we een nieuwe gekocht. Een hele nieuwe. Kom maar helpen. Kom maar deze naar beneden. Mooie, felle kleur, zodat we hem meteen herkennen op de band. Ja. Zo. Doe maar trekken, Jessie. Kan Jessie in gaan liggen? Denk het ook. Zeker weten. Hoppakee! Gaan we eens even kijken?
Moet je dat lipje opzij schuiven. Wat een functionaliteit. Komt ie. Leg hem even neer, Jess. Kijk. Hey. Zo. Hier. Hij is behoorlijk diep ook aan beide. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Kom hier. Yes. Zo. Toppie. Wauw. Dat is wauw, hè? Ja, daar kan ik zeker wel 3 zwembroeken in kwijt. Ja. Zo. Kunnen we jou mee op reis nemen nou? Ja, pas gewoon precies. En Marco. Ja, hij staat er gewoon op. Dat is een unicum. Voor de eerste keer in 2 jaar dat we aan het vloggen zijn, staat Marco erop. En ik heb toestemming. Dus jongens, wees gerust. Kalm, geen rare reacties. Hij wil op camera. Nou ja, hij wil nog steeds op camera. Hij... Jeffrey wel. Jeffrey heeft ook een eigen kanaal. En een verwend TikToker. Linkjes in de beschrijving. Allemaal hartstikke leuk. We zijn vandaag bij, hoe heet het ook alweer? Rosarium. Rosarium. Westbroekpark. Westbroekpark, schat. En, Het zag er leuk uit. Het schijnt. Wacht even, je bent niet scherp. Waarom weet ik niet? Zijn niet van jou. Ja, nu ben je wel scherp. Het schijnt het leukste park van Europa te zijn. Nee, het mooiste park. Oh, nou ja, we waren al. Het begon met een heel klein speeltuintje, dacht ik. En nu is het steeds groter. Ja, die moeten we straks even laten zien. Als we buiten zijn, je komt hier aanrijden, een heel leuk park en zo. En ik moest ergens rechtsaf. En toen zei ik, nee, je kan hier helemaal niet rechtsaf. En toen was er ineens een straat. En daar konden we parkeren. En nou ja, de omgeving hier is allemaal bos en speeltuin. Superleuk. En we gaan gewoon weer eens lekker eten, want het is toch vakantie. En ik realiseer me ineens dat dit de eerste keer is dat ik schaamteloos in een restaurant aan het filmen ben. Ja, tuurlijk moet alles opgenomen worden. Kijk, de eerste ronde is gearriveerd. Gewoon lekker basic sushi om te beginnen. Udonnetje, Jessie is ook lekker aan de noedels. Ik probeer het ook met een stokje, maar. Jongens, ik klap uit elkaar hoor. We zijn de laatste ronde nu. En dan gaan we aan het dessert. Ja. Ik ga naar een toetje. Ik heb eerst mijn Dragon Balls en nog wat vlees. Dragon Balls? Ja, dit zijn sesamballen toch? Hè? Sesamballen. Dat zijn toch Dragon Balls? Dragon Balls is toch gewoon zo'n sushi? Dat is een Dragon Roll. Oké, ik ga hem. In ieder geval een bal met iets erin. En dan gaan we aan de toetjes. Wat heb jij al? IJs. Alweer. Zit, tweede bak dessert. Net lychees. Lekker. Jessie ook lekker aan de spekkoek. En jij, schat? De grond is ook lekker aan de spekkoek. De grond is wel meer aan het eten dan alleen spekkoek. Is dat jouw schuld? Ik ben lekker een ijsje aan het eten. We zijn klaar, we hebben afgerekend, we gaan lekker naar buiten. Nou, het lukt. Eventjes, zie je dat? Hoe licht ik ben? Zo voel ik me ook. Lekker naar buiten in de frisse lucht. Ik denk dat hier een vogel geplukt is voor het Chinees restaurant achter ons. Is dat die eend? Eendenborst. Peking eend. Die zijn er al eventjes gelegen gaan zitten. Maar hier heb je dus een superleuk speeltuintje. Kun je het nog aan allemaal? Nee, ik kan het niet meer aan. Wat kunnen we allemaal niet aan? Dat gaan we nog niet vertellen. Nee, maar we hebben zulk geweldig nieuws gehad. We zijn heerlijk het eten geweest. Lekker in de speeltuin nog een beetje rondgedarteld. En tijdens het eten kregen wij een belletje. En
ben gewoon... Ik ben er even helemaal vanaf. Ik krijg het allemaal nog niet... Verwerkt in mijn hoofd. En het moet allemaal nog een beetje landen. Dus ik geef even aan jou de camera. Wij drinken even een lekker borreltje. Een borrel voor jou. En een borrel voor mij. Dat was wel een hele grote borrel. En de taartjes. Dat mag vandaag. Deze is voor jou. Schatje, proost. Gefeliciteerd. Jij ook. En dankjewel. En ik ben echt zo onwijs gelukkig. Maar we zeggen nog niet waarom. Nee. Dat komt hopelijk snel genoeg. Komt hopelijk snel genoeg. Ah, maar wij zijn echt, zo very happy die passie. Zo leuk, dit wordt zo... Dat is van jou! Het zit in mijn nagel! Zo, na het poepincident vanochtend hebben we er alweer een hele dag op zitten. Sergio, die moest nog even werken. Ik heb heel het huis geschopt, omdat het huis binnenkort in de verkoop moet. En we zijn nu net terug van de verjaardag van zijn zus en zijn nichtjes. En we dachten, we gaan nog heel even terug naar kijken of we kunnen zien waar het huis gebouwd gaat worden. En als het goed is, moet dit het toch echt gaan worden. Hier zo. Daar. Daar staan al wat villa's. We zagen net een heel leuk haasje. Ik denk zo halverwege daar. En hierachter moet dus een watertje liggen. Dus we zijn benieuwd of we daar ook nog wat leuks mee kunnen. Ja, of dat ze dat nog gaan maken. Wat ik ook denk, is dat voor Jesse super leuk gaat zijn. Dat hij gewoon, als hij dan straks een beetje wat ouder is, dat hij gewoon kan ravotten en een beetje survivalen. Misschien kunnen we wel een loopbrug maken naar die bos. Ja. Naar die bosrand. Ja, want volgens mij is het niet heel, heel breed, het watertje. Maar ik heb ook het idee dat het een vrij rustige wijk wel wordt, zeg maar. Dat idee heb ik, maar wel kindvriendelijk. Ja, dat idee heb ik. Ja, toen ben je ook even aan het rondkijken hoe je het gaat vinden. Ja? Even een beetje rondkijken. Een beetje rondkijken. Oh, het is zo'n schatje. Mwah. Nou, oh, ik krijg alweer helemaal kriebels in mijn buik. Ja, en daar wonen wij, volgens mij, die flat. Ja, nee, dat is denk ik eerder voor Rellendaal. Maar zeg maar, daarachter, achter al die nieuwe huizen hier, daar wonen wij. Dus het is wel heel dichtbij. We gaan niet, maar wij dachten dus laatst dat het aan die kant was. Ja. Aan dat water. En dat water is wel heel groot. Maar we hebben nog eens goed gekeken en dat is het dus niet. Nee, het is 100% meer. Heel spannend. Ja, dat vraag ik me dus ook af. Zou dat fase 1 zijn? Zou kunnen. Ja. Maar het is gewoon gaaf dat we gewoon... Er wordt gewoon een hele nieuwe wijk gebouwd. Hier. Ja, zeg ik hè. We zien gewoon van 0 tot... Nou, ineens staat hier een wijk. Een hele mooie nieuwbouwwijk. Villawijk eigenlijk. Oh, wij zijn happy. Goedemorgen. Het is weer een volgende dag en Jesse Silver die is heel zelfstandig aan het eten. En zoals jullie kunnen zien, gaat dat van een leien dakje. Zit lekker, schat. Hé? Ben je lekker aan het eten? Sticky stommy. Sticky. Je weet wel dat er een lepeltje bij ligt en zo. Maar dat maakt je niet zoveel uit, denk ik. Nee. Hier zit hem.
soepel dit al, jongens. En zo gewoon lekker in bad is, schat. Maakt niks uit. Maakt niks uit, liefie. Wat? Oh, jij denkt, daar ligt nog wat aan mama's vinger. Hoe ga jij dat doen met die lach banaan? Nou, moet ik een pak leggen natuurlijk. Nou, het is vandaag weer een nieuwe dag in onze drukke leven. We hadden gehoopt vandaag nog even wat nieuwe fotootjes te kunnen maken, maar het regent keihard en dat is natuurlijk wel een beetje zonde voor de foto's. Nou goed, ik ga wel eens even het licht een beetje veranderen, volgens mij staat hier nog niet goed. Zo, ik heb hem even op cameramodus gezet. Maar we gaan dus in ieder geval... Tot ziens. Ah, die is echt heel leuk. Even kijken of ik kan scherp stellen. Ik vind het te veel licht. Ja, we kunnen ermee insluiten. Maar Sergio die moet dadelijk zijn vaccinaties halen. En... ja, ik ben natuurlijk al de hele tijd bezig geweest om het huis echt helemaal schoon te krijgen. Gisteren de balkonramen schoongemaakt. Vandaar dat we ook wat achter liggen met de vlogjes. Ja, we lopen een beetje achter met de vlogjes. Excuses daarvoor. We doen ons best. Maar het is echt even chaos. Want ja, we moeten natuurlijk ook nog gewoon werken daarnaast. En daarnaast is het ook nog eens... dat we het huis proberen te verkopen. Vandaar dat we een beetje achterlopen met de vlogjes. Excuses daarvoor, want ja, we werken natuurlijk ook nog. En we doen nog aan muziek. Ik ga dus vanavond met de sportact repeteren. En we proberen een huis te verkopen. En we zijn bezig met het aankopen van een huis. En er komt natuurlijk heel veel dingen bij kijken. Wat wel echt knijter tof was, is dat we gisteren... Of heb ik dat al verteld? Hadden we dat gisteren al verteld? Nee. Over dat we bij die mensen langs zijn geweest. Nee. Wat wel knijter leuk was, is dat we dus gisteren nog een keer zijn gaan kijken waar het huis komt. En vorige keer stonden we dus helemaal de verkeerde kant. Maar we stonden nu goed. En we zagen ook wel van, oh, volgens mij gaat het hier gebeuren. En toen zijn we wat verder gereden, omdat we eigenlijk even het watertje wilden zien waar ons huis langs komt te liggen. Zit je nou te flirten? En dus wij zijn gewoon eigenlijk even achter bij een huis gaan kijken. En toen kwamen die eigenaren aan. Dus wij dachten eerst, oh. Maar echt super vriendelijk en hun huis was dus eigenlijk pas opgeleverd. Dus zij kwamen om te klussen. En dus we zijn aan de praat geraakt en allemaal tips meegekregen. En ze hebben ons zelfs het hele huis laten zien. Dus ja, dat is echt wel heel gaaf. Want dan heb je ook een beetje het idee, het is niet helemaal hetzelfde als die van ons. Maar dan heb je wel een beetje een idee bij de ruimtes, zeg maar. Want ja... dat je huiskamer bijvoorbeeld 6 meter is. Ik hoop ook dat wij zo'n hoog plafond hebben. Ja, ik hoop ook dat wij zo'n hoog plafond hebben, inderdaad. Echt heel tof. Dat zou heel mooi zijn. Want deze lampen gaan gewoon mee, namelijk. Ja. Toch? Kijk, deze lampen. Ophangen, weet ik niet. Maar hier stoten we telkens ons harses. Kijk, wij zijn inmiddels gewend. Maar iedereen die hier op visite komt, elke keer. En dan hoor je het dit, hè. En dan weet je, dat was er weer één. Of je weet, het is 1 uur. Of je weet. De witbalans nog aanpassen. Nee, ik had hem al op binnen gezet. Ja, maar je moet hem nou niet op binnen zetten. Ik moet hem nou niet op binnen zetten. Daarom is hij nu blauw. Daarom is hij nu blauw. Nou, maakt ook niet uit, jongens. Het is weer een drukke dag. Vandaag. Dus wij gaan de dag even opstarten. Hi baby. Hi. No, it's not me that is for sale. It's this beautiful house. Hi sister girl. Het gaat officieel gebeuren, jongens. Ja. Ja, we hebben dus
We zijn dus druk bezig met het nieuwe huis. En daarvoor moeten we dit huis verkopen. En daarvoor hebben we dus een heel mooi bord nodig op het raam voor. En dat gaan we er nu opplakken en officieel kenbaar maken in de straat. Dat we op termijn gaan verhuizen. Spannend. Heel spannend allemaal. Kom, we gaan plakken. Oké. Okay. Zullen we? Let's go. Ja, waar gaan we hem dan opplakken dat het goed zichtbaar is? Als het kan, is het wel prettig om hem hierop te doen. Dan beschadig je ook niet de raam. Ik denk dat we hem hier moeten doen. Ja, maar... En dan zo hoog mogelijk. Ik wou het zeggen, ja, want... vanaf de straatkant is het dan niet zo heel goed te zien, of wel? Nee, maar dat kan ook niet anders. We hebben helaas een balkon. Nou ja, ik vond het niet eens zo'n gek idee van jou. Ik weet niet of dat mag. Ja, dat horen we dan vanzelf wel. Misschien kunnen we daar het poster hangen. Nou, ik dacht juist andersom. Daar het bord en hier het poster. Want als mensen komen kijken, dan zien ze in ieder geval hier het poster hangen. Dat ze in ieder geval zeker weten dat het in ieder geval een ton is. En zo. Ik zou het gewoon doen. Wij moeten weer bloed halen. Zie je zo. Ja. Moeten we dat niet eerst schoonmaken? Misschien plakt hij anders niet. Wat denk jij? Ik hoop dat deze dingen zo goed zijn dat dat niet hoeft. Maar je hebt wel... Die jeuk aan je hoofd? Ja. Valt het op? Nee, wel mee. Nou, toch maar besloten om het hier te doen. We willen het wel daar, maar we willen ook weer geen gezeik. Gek, hè? Ja. Het is wel een beetje gek, hè? Ja, nou ja. Het is niet meer zo gek als we straks in ons gloednieuwe... woning zitten. Oh, ik dacht jacuzzi. Yes. Mag steeds gekker met jou? Weet nee, helemaal niet. Ik word steeds gekker op jou. Oh. Wil je poster ook weer even doen? Ja, maar waar zullen we die poster doen dan? Nou ja, kunnen we misschien kijken of we die hier zo kunnen doen. Ja, gewoon daar op die spijlen. Kijken of dat blijft zitten. Nou ja, met duct tape blijft alles zitten. Ja. Bordje hangt. Bordje hangt. En na de vakantie komen we op Funda. Het huis tenminste. En dan hopen op een zo snel mogelijk goed bod. En dan kan het volgende avontuur beginnen, want dan gaan we naar je moeder. Ja. Ja. Mijn moeder is zo lief om ons dan in het huis te laten logeren. Dus dat is wel... Nou ja, een jaar logeren noem ik gewoon. We hebben een tijdje bij je moeder gewoond. Nee, exact. Maar ja, super lief. Ze neemt gewoon even een heel gezin inclusief honden in huis. Ook zo makkelijk dat het ging. Dat ze gewoon meteen zei van ja, maar dan moeten we wel zo en zo en dit en dat. Dat dacht ik, oh, daar was het niet eens. Moest er niet eens over na te denken. Super lief. Lieve mama. Ja. Ja. Dus ja, spannend. Ja. En dan gaan we ons nu belonen met een lekker potje ass.
Oké, jongens, we hebben het verteld. Wat vinden jullie ervan? Ja, ze is niet zwanger, maar het is wel echt... Nee. Nee. Mega vet, echt. Jullie hadden het waarschijnlijk al een beetje door toen we een sambuca namen. Dan had je waarschijnlijk wel door van, die is niet zwanger. Ik heb daar niemand over gehoord inderdaad. John die zei heel erg van, ja, het is of inderdaad iets met een huis, of het is, niemand durfde het echt uit te spreken. Nee. Want ja, nee, maar ja, het is heel af te vallen. Zeg, ben je zwanger? Ben ik dik? Ja, hallo? Jezus, doe mijn best. Godverdomme. Nee, daarom, dus... ja, we gaan dus we gaan verhuizen. Nu is het wel zo dat we te horen hebben gekregen, Sergio had het niet helemaal goed begrepen over hoe snel de bouw zou beginnen. Nee, dus dat is iets wat verlaat. Daarom staat ons huis wel nog steeds te koop, maar zijn we dus nog niet actief bezig met het op funda te zetten en te verkopen en zo. Want we willen nog eventjes erin blijven wonen totdat we echt 100% zeker weten dat ook de bouwer alles op orde heeft. Maar ook natuurlijk omdat anders Sinterklaas misschien bij het verkeerde huis staat. Ja, en dat willen we gewoon niet. Nee, want het is pas half december ongeveer dat we echt de doorslag krijgen en zo. Ja. Dus dan komt het huis pas in de verkoop. Dus Sinterklaas, de cadeautjes van Jesse Silver mogen dus gewoon nog steeds doen. Precies. En ja, want heb jij een lekkere stinkvinger, zeg. Dat was echt niet normaal. Ik was er gewoon niet bij. En nee. Alleen al van de beelden zat ik al... Ja, precies. Ja. Nee, we zijn dus echt super blij. Over het afvallen gesproken. De volgende vlog gaat het nog niet de vakantievlog zijn. Maar wil ik dus de vlog online gaan gooien waar ik jullie meeneem in mijn afvalproces die al een jaar geleden is opgenomen, zeg maar. Nou, ik ben wat later begonnen, maar jullie hebben natuurlijk de vlog gezien dat ik werd afgebeeld door mijn ex. En een paar maanden later ben ik ergens anders begonnen. En daarin ga ik jullie meenemen, dus dat wordt echt een vlog van. Die begint een paar maanden geleden en eindigt net voor de vakantie. Ja. Dus hopelijk genieten jullie daar ook van. Vonden jullie dit een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat even een comment achter, want we zijn natuurlijk heel altijd benieuwd leuk naar jullie reacties. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao! Ciao!